Yannick Ferreira, we zijn hier op oefenkamp in Turkije. Hoe kijk jij terug op de heenronde? We staan niet zo ver van de eerste plaats eigenlijk. Twee kleine overwinningen. Dus over het algemeen tevreden. Natuurlijk vinden we het allemaal een beetje jammer van die begin maand december die niet goed was, die 0-9. En daardoor zijn we van de eerste tot de vierde plaats gezakt. Maar nog eens, er zijn nog 14 matchen. We hebben nog alles in onze handen om het verschil te maken. Oké, we trekken nu op oefenkamp hier in Turkije. Wat zijn jouw eerste indrukken? Prachtige werkomstandigheden. De velden liggen ongelooflijk goed. Het regent wel een beetje, maar het is niet koud. En het is echt plezant voor ons om training te geven, voor de spelers om te trainen. En we hopen dat we terug klaar zal komen. Wanneer zal dit kamp voor jou geslaagd zijn? Wat wil je eigenlijk hier bereiken op dit kamp? Eerst moeten de spelers op fysieke vlak terug veel uithouding krijgen. En dan ook mentaal moeten we zorgen dat we de groep samen houden, dat we de groep goed voorbereiden voor de tweede ronde nu. En ook op vlak van tactiek gaan we gewoon doorgaan zoals we tot nu toe hebben gedaan. Oké, en dan wachten we de terugronde, 14 wedstrijden die ons nog resten. Wat verwacht je daarvan? Het zal sowieso heel moeilijk zijn. We moeten nog tegen alle toppers. We zullen tegen de toppers moeten winnen, tegen de kleinploegen zullen we ook moeten winnen. Het zal echt niet gemakkelijk zijn, maar nog eens, we hebben alles in onze handen om onze doelstelling te bereiken. Dus heel moeilijk, maar nog veel hoop en veel vertrouwen. Oké, Yannick, dank u.